Persvrijheid is een belangrijke pijler in een democratische rechtsstaat, daar de journalistiek wordt gerekend tot de vierde macht. Jurist Pedro José Vaca Villarreal uit Colombia benadrukte dit nogmaals vanmorgen bij de opening van het tweedaagse seminar Freedom of Expression and Media Workers in Suriname, Now and Beyond 2023. Het seminar is georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van Journalisten en haar partners. Het doel van het seminar is om journalisten te faciliteren in het effectief verslaan van kwesties die democratie en mensenrechten in Suriname treffen. Persvrijheid is van essentieel belang in een democratisch land, omdat het de bevolking in staat stelt goed geïnformeerd te blijven, waardoor burgers weloverwogen beslissingen kunnen nemen en een actieve rol kunnen spelen in het politiek proces. Daarnaast fungeert persvrijheid als een krachtige waarborging tegen machtmisbruik, omdat het de media in staat stelt kritisch toezicht te houden op de overheid en andere machtsstructuren, zegt Villarreal. It should be noted that according to the Inter-American Court of Human Rights, the affirmation that freedom of expression is the cornerstone arises from the realization that without freedom of expression, society does not have the condition to form its public opinion, nor to nourish itself from the formation of its collective wills, and to choose policy initiatives and ways of life. SVJ-voorzitter Fish Mohani Thomas voegde eraan toe dat de aanvallen op mediawerkers een teken zijn van het schaden van de persvrijheid. In een democratisch land als Suriname zou dit geenszins het geval meer mogen zijn. De SVJ-voorzitter roept daarom haar collega-journalisten op om zich te blijven scholen over hun rechten en die vooral te waarborgen. We willen natuurlijk voorkomen dat het veel ergere vormen gaat aannemen. Maar daarom moeten we ook de nodige tools krijgen van hoe gaan we om met de situatie, mochten we in een bepaalde situatie bevinden. De eerste dag van het seminar werd afgesloten met een paneldiscussie over zelfcensuur en veiligheidszaken. In onze komende nieuwsuitzendingen meer over deze kennisuitwisseling voor journalisten.